Het is vandaag maandag, tweede paasdag. En jullie kijken alweer naar de achtste dagelijkse vlogs. Ik ben vandaag een week bezig. Het voelt echt niet als een week. De dagen gaan zo snel. Maar we zijn al een tijdje wakker. Ik heb net eventjes een thumbnail gemaakt voor de vlog die zo meteen online komt. En ik dacht misschien is het wel leuk om een soort van een beetje mijn ochtendroutine aan jullie te laten zien. Wat ik in de ochtend doe, waar ik mee begin. Ik ga zo meteen ook eventjes lekker mijn haar wassen. Dus ik dacht misschien is dat wel leuk om te laten zien aan jullie. Heb je nou zin in deze dagelijkse vlog, dan was een duimpje omhoog. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram en TikTok. Want daar maak ik de laatste tijd ook lekker veel filmpjes op. Aangezien ik me verveel. Of nou, verveel me niet echt, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus ja, laten we snel beginnen. Ik begin altijd de ochtend met het opmaken van mijn bed. Ik doe dit nooit gelijk, zodat je bed gewoon eventjes kan luchten. Maar hij is nu al een uur aan het luchten of zo. Dus ik ga mijn bed eventjes opmaken. Ja, de pil die heb ik net al ingenomen. Die neem ik altijd in de ochtend in eigenlijk. En dan is het nu tijd om lekker te gaan douchen. Ik ga ook mijn haar wassen. Dus ik zal even laten zien wat ik er allemaal voor gebruik. Allereerst natuurlijk even een handdoek pakken. En een haarhanddoek. Ik gebruik dus voor mijn haar een aparte handdoek. Het is zo'n microvezel handdoek. En dat is dus beter voor je haar. Deze heb ik gewoon voor 4 euro of zo bij de Decathlon gekocht. Dus die leg ik hier op de rand. Dit is de shampoo die ik gebruik van Love Beauty and Planet. Want hier zitten dus geen sulfaten in. En ik heb natuurlijk een keratinebehandeling voor mijn haar gedaan. Het ziet er nu echt niet uit. Maar daar mag je dus geen producten met sulfaten. Dus deze shampoo gebruik ik. En de bijbehorende conditioner. Ze ruiken echt super lekker. En heel vaak zijn deze in de actie bij de Kruidvat 1 plus 1 of zo. Dus ja, nou, dat zijn de shampoos die ik gebruik. En dit is altijd wat ik voor mijn lichaam gebruik. Dit is van My Coconut Island of zo. Geen idee. Het is in ieder geval gewoon een lekker kokosnootgeurtje. Oké, het eerste wat ik dan doe als ik uit de douche kom is haarolie pakken en haarborstel. Ik gebruik deze Tangle Teaser. Die heb ik echt al 6 jaar of zo. Een toupeerkam gebruik ik. En ik gebruik deze Moroccan Oil voor mijn haar. En dan de light versie. Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. Dan doe ik er een beetje van die olie in. Niet te veel. Oh, hij heeft gelekt volgens mij. Ik doe er niet te veel in, want gewoon zoiets. Klein beetje. En daar begin ik mee in mijn punten. Dat doe ik eerst bij mijn punten erin. Wat ik dan nog over heb op mijn hand, dat doe ik bovenop erin. En die toupeerkam heb ik dan om een scheiding in het midden te maken. Want ik maak altijd een scheiding in het midden in mijn haar. En dan borstel ik het daarmee opzij. En heel veel mensen vroegen van of ik een update wilde geven over mijn haar. Hoe dat nu is na die keratinebehandeling. En het is gewoon nog steeds stijl. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Mijn haar is lekker zacht. Ik heb nog verder geen problemen ermee ervaren of zo. Dus ja, en volgens mij is het nu 4 of 3 weken geleden. Zal ik eens kijken. Ja, het is nu 3 weken geleden. Dus ja. Zal ik de borstel zo opzij. En dat laat ik dan zo opdrogen. En ja, verder doe ik eigenlijk niks aan mijn haar. Dus dat is wel echt super chill. Want normaal moest ik altijd echt super veel aan mijn haar doen. Dan gaan we de beentjes insmeren. Zo moet jij ook een beetje deel. Even kijken. Als ik mezelf ga scrubben onder de douche gebruik ik trouwens deze van Soap & Glory. Die heb ik toen in Londen gekocht. Die vind ik echt heel fijn en ruikt heel lekker. Maar vandaag heb ik me niet gescrubbed. Maar ik smeer me dan wel in met de bijpassende Soap & Glory body butter. Eigenlijk altijd mijn benen. Doe ik sowieso. En als ik zin heb ook mijn armen of zo. Eerst een beetje deo op. Ik gebruik eigenlijk altijd mannendeo. Ik weet niet, ja. Mijn vader en mijn broertje die gebruiken deze. En ja, ik gebruik deze ook gewoon, want ik vind die wel fijn. En ik vind hem lekkerder ruiken dan de mannen deo. Of dan de vrouwen deo bedoel ik. En dan doe ik een beetje body glitter op mijn beentjes. Ik
En zo meteen als ik een t-shirt eraan heb, doe ik mijn armen ook. Maar dat vind ik nu nog niet echt lekker. Voor vandaag trek ik gewoon lekker een simpel outfitje aan. Gewoon dat gele t-shirtje van Lovies die lekker oversized is. En een sportlegging van Nike. Want ja, ik heb geen zin in een spijkerbroek of zo. Dus dit ga ik nu eventjes aantrekken. Oké, mijn kleren heb ik aan. Dan ga ik nu ook eventjes mijn armen insmeren. Omdat, ja, dat vind ik nu gewoon chiller dan dat ik nog mijn badjas aan heb. Kijk, als je dan je arm hebt ingesmeerd, lijkt ze ook gelijk een stuk bruiner, vind ik altijd. Dan maak ik mijn handen altijd eventjes goed schoon aan die haarhanddoek. Want ik ga nu crème op mijn gezicht doen. En ja, ik wil niet die body butter op mijn gezicht hebben. Dan gaan we naar dit hoekje hier. Hier doe ik eigenlijk altijd mijn make-up. Hier op de grond bij mijn grote spiegel. Ik begin altijd met deze Babor dagcreme. Deze heb ik van school en deze vind ik echt heel erg chill. Het licht is een beetje donker volgens mij. Dan heb ik ook nog van Babor een oogcreme. Die gebruik ik de laatste tijd eigenlijk niet echt meer. Maar die gebruik ik dus soms in de avond voordat ik ga slapen. Als ik weet van mezelf dat ik vandaag in de zon ga zitten, dan doe ik over mijn dagcreme doe ik nog deze gezichtszonnebrand van Beardermal heen. Maar ik ga vandaag niet in de zon zitten. En er is ook niet echt een zonnetje vandaag. Dus dat ga ik niet doen. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. En ik gebruik het Catrice wenkbrauw setje. En ja, eigenlijk mix ik de kleurtjes een beetje. Vroeger gebruikte ik altijd alleen maar de donkere. Maar ik vind het nu wel mooi als ze wat natuurlijker en lichter zijn. Dus die doe ik samen. Dan heb ik de Essence Eyebrow Gel. Die helemaal vies is geworden. Een spoelie van de Ethos. En dit kwastje gebruik ik van Stelt Niet Scherp. Maar die is van Kiko. Ik borstel eigenlijk eerst gewoon altijd mijn wenkbrauwen door. En dan ga ik ze gewoon een beetje invullen. Dus met dat paletje. En dan voor het uiteinde pak ik meestal de donkere kleur. En voor het begin pak ik meestal de lichte kleur. Het hoeft voor mij niet echt perfect te zitten nu in quarantaine. Want er is toch niemand die mijn wenkbrauw ziet. Als je beneden wat hoort, Mieuw zijn smoothie aan het maken. Excusez-moi. Nou, ik vind het wel prima zo. Dan pak ik mijn wenkbrauwgel. Als ik die open krijg. Arg. En die doe ik er gewoon een beetje doorheen. En dan borstel ik mijn wenkbrauwhaartjes een klein beetje omhoog. Maar niet te. Want ik vind dat bij mezelf niet zo mooi. Soms gebruik ik ook concealer. En dan gebruik ik deze van Maybelline, de Fit Me Concealer in kleur 20. Maar ja, ik ga dat vandaag niet gebruiken. Ik ga alleen nog een beetje mascara opdoen. En dat is de Rocket Volume Express Mascara van Maybelline. Dus echt, echt mijn all-time favorite. Die heb ik toen leren kennen door Dagmar deze. Die had toen aan mij verteld dat zij deze heel erg fijn vond. Dat was in de tweede of zo of in de brugklas. En ik gebruik hem nog steeds. Dus dat zegt wel wat. Zo. En ik gebruik geen wimperkruller of iets. Ik doe altijd gewoon een spiegel onder me houden. En dan borstel ik gewoon mijn wimpers. En daardoor blijft denk ik ook beter die krul zitten. Zo. En dat was eigenlijk alweer de make-up die ik opdoe. Als ik bijvoorbeeld foto's ga maken of zo, dan doe ik natuurlijk wel wat meer op. Daar kan ik ook wel een keer een video over maken. Over wat ik dan opdoe als ik foto's ga maken. Want dit is natuurlijk gewoon alleen mijn wenkbrauwen en mijn wimpers. Maar als ik thuis ben vind ik dit wel genoeg. En voor school doe ik eigenlijk ook altijd alleen maar dit. Maar dan doe ik nog concealer dus erbij. En dat doe ik dan onder mijn ogen een beetje. Zodat die donkere kringen een beetje weg zijn. Maar die heb ik nu op zich niet heel erg. Dus laat maar weten of jullie het leuk vinden als ik ook een keertje in de dagelijkse vlog laat zien hoe ik mijn make-up doe. Als ik bijvoorbeeld foto's ga maken met Rosa of zo. Dus laat maar weten. Ik ga nu eventjes mijn tanden poetsen. Even deze kaars wegzetten, want hier stonden jullie op. Even mijn tanden poetsen en dan ga ik beneden ontbijten. Oh ja, en ik doe nog eventjes wat lippenbalsem op, want mijn lippen zijn echt heel erg droog. En dit is mijn favoriet van Blistex. Ik heb eigenlijk nog niet echt trek om te ontbijten, dus
Ik denk dat ik daar even mee wacht. Maar wat ik eigenlijk altijd ontbijt is Griekse yoghurt met bosbesjes en kersen. Maar het zal ik wel laten zien als ik straks ga ontbijten. Maar nu dus nog niet, want ik heb nog geen zin om te ontbijten. Ik heb nog niet echt trek. Ik ga nu lekker naar beneden op de bank zitten. En ik denk eventjes mijn vlog bewerken die morgen online komt. Dus ja. Ik heb ontbeten, maar ben vergeten te filmen. Of nou, niet echt ontbeten. Ik heb 2 gekookte eieren gegeten. Maar ik ga nu eventjes een stukje video opnemen. Voor een video die zo in examen gaan opnemen. Maar daarvoor moeten we eerst allebei zelf een stukje filmen. Niet zo'n logische uitleg. Maar we gaan voor elkaar een outfit bestellen op ASOS. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu die outfit bestellen en dat ga ik dus filmen. En voor de rest vandaag heb ik eigenlijk echt geen idee wat ik ga doen. Ik denk helemaal niks. Ja, ik denk dat we vanavond nog eventjes in de tuin gaan sporten. En ik ga straks mijn vlog van morgen bewerken. Maar ik ga nu eerst eventjes die video opnemen voor met Zoe. Oké, ik heb net de bestelling geplaatst op ASOS. Voor de video met Zoe en mij. En daar heb ik echt 1,5 uur over gedaan. Het is nu 3:10. Ik heb geen idee wat ik vandaag verder ga doen. Ik heb namelijk nog niet echt zin om die video te bewerken eigenlijk. Het is best wel donker. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes video's ga kijken. Hadden we nog te veel worst overkoop van gisteren? Klein beetje. De rest van de week kan ook. Oh, hoeveel zijn dit er? 30. 30. En daarboven is ook nog vlees en hamburgers. En wat is dat? Speklap. Jee. Wij gaan naar Zoetermeer met de auto. Want de neef van mijn vader of zo, die heeft daar een eigen ijssalon. En daar gaan we nu dus eventjes een ijsje halen. Maar ik moet dus gaan autorijden. En ik heb al sinds augustus geen auto gereden. Ik krijg hier altijd heel erg veel vragen naar. Ook in mijn vlogs en zo. En via DM. Van, rij je eigenlijk nog wel eens auto? Nou, het antwoord is nee. Ik durf het ook niet. Ik ben best wel bang. Maar ik ga dus vandaag weer voor het eerst sinds, even kijken, augustus was de laatste keer. Augustus, september, oktober, november, december, januari, februari, maart. Ik ga sinds 9 maanden nu dus weer auto rijden. Dus ik moet even goede schoenen aantrekken. Ik denk dat ik mijn jeansjes aandoe. Ik ben best wel bang, maar ik ga niet de snelweg op, want dat vind ik echt wel heel erg eng. Ik ga alleen nog even het stukje hier zeg maar in het dorp rijden. En dan, als we de snelweg opgaan, dan gaat mijn vader rijden. Oh, ik pis echt in mijn broek, want ik vind het echt heel erg eng. Maar ik dacht, het is wel leuk om te filmen voor jullie. Hoe ik mezelf de afgrond in rijd. Ik doe mijn Yeezys aan, want ik denk dat die het lekker zit. Ik heb echt geen idee wat ik het lekkerst vind autorijden. En mijn vader heeft dus ook een nieuwe auto nu sinds een maandje of zo. Dus het is ook nog eens een nieuwe auto waar ik in moet gaan rijden. Dus dat wordt leuk. Oké, ik ga eventjes een jas aan doen. Want het is vandaag echt best wel koud buiten. Let's go. Hoe moet die stoel ervoor? Nou, net als ieder andere stoel. Je komt niet eens bij de pendalen nu. Oké, wat was het ook weer? Koppel, rem, zit je rechtop? Moet je stoel draaien? Nog eens een beetje overbelicht. Koppel, rem, gas. Toch? Wat hè? Koppel, rem, gas. Of is dit remmen? Of is dit gassen? Kees rijdt graag. Dat is, maar je gaat... Kees rijdt graag, oké. Okay. Ja, maar met welke voet ga je wat doen? Links. Links, koppel en een rem. Links, koppel toch? En een rem. En dan... Nee, rechts. Rechts gassen en remmen. Oh, okay. Ja, ja, ja. En oh, links, ja, ja, links koppel. Ja, neem omdat je net met links ook je rem intrapte. Het gaat gewoon automatisch. Oké. Okay. Hij staat in zijn vrije. Ja, wacht, ik wil nog een klein stukje naar voren. Zit in het vuur. En hier zit ook een hendel aan de zijkant. Misschien kan je nog omhoog. Nee. Nou, je zit wel bijna met je hoofd. Nee, dat is naar beneden, Fleur. Oh. Ja, maar je zit wel met je hoofd tegen de dak. Oké, dit is wel goed zo, denk ik. Oké, waar is de handrem? Dat is deze. Maar laat dat maar gewoon. Hoezo? Nee, wat het is. Dus automatisch, als je dadelijk gewoon gas geeft, ja, en je gaat rijden, gaat hij automatisch van de handrem af. Moet ik hem niet op laten komen met zijn koppeling? Ja. Dat moet altijd. Dat moet altijd. Oké, okay, welke kant gaan we op? Nou,
Zullen we anders zo een rondje rijden? Ja, rij me eerst daarheen. En dan kun je misschien desnoods daarheen. En dan kan je daar even door die wijken. Oh, ik ga wel hier doorheen, dan kan ik zo een rondje. Ja. Oké. Koppelingen ingetrokken. Ja, die zitten ook ingedrukt te houden. Is dit of is dit remmen nu? Nee, de remmen. Achteruit. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh, maar we spelen wel mensen. Maar... Okay. Als je hem, hij staat nu zo vrij. Ja. En als je hem inknijpt en dan daarin doet, dan staat hij eens achteruit. Okay. Dus als ik gewoon zo doe, is het ze één. Ja. Okay. Ja, ga maar. Ik kijk wel even voorzichtig. Kijk jij maar een beetje die kant. Ik zal nog eens een gas inleggen. Maar je moet je rem loslaten dan, hè? Ja. En gas bijgeven. Oh, stop, 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 stop! Oké. Okay. Ja, maar hij reed onwijs hard. Kan je die handremmen niet van tevoren afhalen? Ja, kan ook wel, maar... Oh, daar komt iemand aan. Ja, ga maar voor, hoor. Oeh, oké. Okay. Komt niemand. Moet ik nu weer... Ja, gas geven gewoon. Ja, dat gaat wel snel, hoor. Gaat dat? Oh, kut. Nee. Oh, maar niet. En schakelen. Oh ja, dat moet ook nog. Wat lopen jullie te lachen? Nee. Kan ik ook daar over dat bruggetje heen? Nee, dat kan niet. Oh. Gewoon rustig aan. Geen stress. Oké. Okay. Gaat goed. Ik ga mijn make-up eraf halen en slapen. Het is nu 12 uur, dus...